Hoofdstuk 4, warmte. Nou, hier zie je een fluitketel. Er wordt aardgas verbrand, dus chemische energie. Maar wat er ontstaat is warmte en licht. Dus chemische energie wordt bij de verbranding omgezet in warmte en licht. Nou, aardgas heeft een bepaalde verbrandingswarmte. Die is 32 megajoule per kubieke meter. Dat is handig om te weten. Nou, wat is die verbrandingswarmte precies? Dat is de hoeveelheid energie die vrijkomt als warmte als je een liter, een kubieke meter of een kilogram van een stof verbrandt. En die druk je uit in joule. Verbrandingswarmte druk je uit in joule per kilogram, joule per liter of joule per kubieke meter. Dat ligt eraan of het een vaste stof, vloeistof of een gas is. Hier staan enkele verbrandingswarmte. Dus bij hout zie je 16 miljoen joule per kilogram, omdat het een vaste stof is. Steenkool, zeg maar twee keer zo goed, heeft een hogere verbrandingswarmte. Bij benzine, huisbrandolie, spiritus, staat het een miljoen joule per liter. En je ziet, butagas bijvoorbeeld heeft weer een drie keer hogere verbrandingswarmte dan aardgas. Een opdracht. Frans gebruikt een houtkachel om zijn huiskamer te verwarmen. Een stuk hout voor de houtkachel weegt ongeveer 1,25 kilogram. Dat is de massa dus. Hoeveel warmte komt er dan vrij als je een stuk hout verbrandt? Nou, 16 megajoule per kilogram, dus keer 1,25, dat is 20 megajoule. Als je nou 280 megajoule warmte nodig hebt, hoeveel blokken moet je dan verbranden? Nou, 280 gedeeld door die 20 is 14 blokken. Hoeveel kuub aardgas zou Frans moeten verbranden als hij een houtkachel had in plaats van een gaskachel in plaats van de houtkachel? Nou, dan moet je de verbrandingswarmte weten en dan deel je die 280 door 32, kom je op 8,75 kubieke meter aardgas uit. Nou, links zie je een vlammetje, dat heeft een hoge temperatuur, maar niet veel warmte. Rechts zie je het grootste zwembad ter wereld. En dat heeft een lage temperatuur, maar veel warmte. Warmte en temperatuur zijn dus iets anders. Temperatuur druk je in graden Celsius en warmte ook in joule. Nou, warmtebronnen die hebben als doel om warmte af te geven. Hier zie je een warmtebron. Dat is een boiler. Die zet elektrische energie om in warmte. Hier zien we een cv-ketel. Die zet chemische energie om in warmte. Naar licht. En hier zie je een gijzer, soms de combiketel genoemd. En die zet ook chemische energie om in warmte. En een beetje licht. Nou, de formule om warmte, dus eigenlijk energie, de vorm van energie te berekenen, is E is P keer T. Hier hebben we geen kilowattuur, maar hier moet u dus een joule de energie, vermogen in watt, de tijd in seconden. Een voorbeeld, door een dompelaar met een vermogen van 250 watt vloeit 4 ampère. Hij doet er 2 minuten over om 100 milliliter water van 20 graden te laten koken. Hoeveel warmte is er nou nodig? Nou, E is P keer T, kun je dat doen. Er staan allerlei gegevens, maar de P is er al en de T is er ook. Let op, geen minuten invullen. 30.000 joule, oftewel 30 kilojoule warmte is daarvoor nodig. Soortelijke warmte, wat is dat? Als je nou naar water kijkt, dan zie je daar 4,2 staan. C, water, is 4,2 joule per gram graad Celsius. En dat betekent dat er 4,2 joule nodig is om 1 gram water 1 graad in Celsius in temperatuur te doen stijgen. Hoe groter je getal van C is, hoe meer warmte nodig is om het in temperatuur te doen stijgen. Dus water in zee wordt niet snel warm. Als het warm wordt in de zomer. Alcohol zou twee keer zo snel warm worden, want die heeft ongeveer 2,2. Nou, een som over een waterkoker. Hoeveel warmte is nodig om 0,2 liter water van 20 graden Celsius tot het kookpunt te verhitten? Met één waterkoker moet er staan. Nou, de C-waarde, die moet je kennen, die is 4,18. Bij VWO haal ik 4,2 pakken. De massa haal je uit het volume, was 0,2 liter. Dat is 200 gram, want een liter water is een kilogram. En delta T is het temperatuurverschil, is in dit geval 100, is het kookpunt, min 20 is 80 graden Celsius. Nou, wat is Q? C keer M keer delta T, je vult hem in en dan kom je uit op 67,2 kilojoule. Als je nou wil weten hoe lang dat verhitten verduurt,
verhitte duurt als er geen warmte verloren gaat, kun je de formule E is P keer T gebruiken. Die ken je nog van hoofdstuk 2. Dan moet je hem alleen invullen met joule, watt en seconde. Als je die formule omschrijft, wordt het T is E gedeeld door P, of eventueel de Q. En dan kom je uit op 34 seconden. Je kunt ook zeggen, de opgenomen warmte is de afgestaande warmte. Dus alle warmte die wordt opgenomen door het water, die is ook afgestaan door de spiraal en de waterkoker. C keer M keer delta T is P keer T. Je schrijft hem om en je vult hem in en komt hetzelfde uit. Hier zie je een caloriemeter, oftewel een warmtemeter. Dat is een perfect geïsoleerd bakje. En daar kun je dus uitrekenen, mee bepalen eigenlijk hoeveel warmte nodig is om een bepaalde hoeveelheid tot een temperatuur te verhitten. Dus je ziet een thermometer, je hebt een stopwatch nodig. Het vermogen moet je weten, of de spanning en de stroomsterkte. Zo'n vloeistof is dan van belang en dan kun je de warmte uitrekenen. Een voorbeeldje. Het vermogen van die dompelaar is 23 watt en je doet er 0,2 liter water in. En dan maak je een grafiekje. Je meet de tijd en de temperatuur, zet dat uit en je ziet dat het water gelijkmatig stijgt. Nu is de vraag, welke vloeistof zit er in de warmtemeter? Nou, dan moet je de C-waarde uitrekenen, want die zegt iets over de vloeistof, een stofeigenschap. Het vermogen is 23 watt. De begintemperatuur is 18 graden Celsius. En de eindtemperatuur is 38 graden Celsius. Dus delta T, die verschil is 20 graden Celsius. De massa is 200 gram, 0,2 liter. En de tijd moet in seconden, 12 minuten keer 60, 720 seconden. Nou, C wordt gevraagd, soort vloeistof. E is P keer T, dat kun je al doen. Vul je hem in. Nou, dit is de tijd en niet de temperatuur. In seconden moet die tijd. Dan heb je de E. Dan heb je ook nog de formule Q is C keer M keer delta T. Q is dan die E. Als je de C moet hebben, wordt het de C is Q gedeeld door M keer delta T. Die Q, dat is die E, die gooi je daarin. En M keer delta T is 200 keer 20. Zet dat geheel tussen haakjes, typ het in. En dan zie je 4,1 joule per gram graad Celsius. Welke stof is het? Nou, water zit in de buurt, 4,2. Dus dat zou het dan wel zijn. Je kunt ook wel zeggen, opgenomen warmte is de afgestaande warmte. Dat is makkelijker. C m delta T is P keer T. C is dan P keer T gedeeld door M keer delta T. En we gaan verder. Hier kun je even zelf naar kijken. Voor- en nadelen van energiebronnen. Windenergie. Zonne-energie. Duur is relatief, na een jaar of 10 verdien je het terug, maar de aanschaf in het begin is eenmalig vrij hoog. Waterkracht. Fossiele brandstoffen. Zijn er natuurlijk nog een hoop. Kernenergie. Ik heb er één of twee genoemd, de rest mag je zelf bedenken. Je ziet het vaak aan de plaatjes. Nou, warmtegeleiding, stroom, straling en geleiding gaan we nu bekijken. Sommige stoffen die geleiden goed, die geleiden warmte en elektriciteit goed. Dat zijn de geleiders, dat zijn de metalen. En bijvoorbeeld hout, kurk, plastic, die laten warmte slecht door. Dat zijn isolatoren. Vandaar dat handvaten vaak van plastic bijvoorbeeld zijn gemaakt. Hier zie je een lepel in hete thee. En als je die daarin zet, dan wordt die lepel uiteraard warm. Wat opvalt is dat die daaronder het heetste is en daarboven het koudste, laagste temperatuur heeft. Dus zet je een koude lepel in een mok met heet water, dan wordt die lepel heet. En die warmte die gaat van het hete water naar de koude lepel. En die verplaatsing die heet warmtetransport. Gaat dan altijd van een hoge temperatuur naar een lage temperatuur. Dat zie je in die rode pijl. Hier staat iemand met één voet op de pluvieuze vloer en met één voet op de mat. Nou, kun je afvragen waarom voelt dat links dan
vaak kouder aan. De temperatuur is uiteraard gelijk, want die mat en die vloer liggen in dezelfde ruimte. Die warmte vloeit gemakkelijk van je voet weg, want die steen glijdt goed. Dat is de oorzaak. Bij de mat is er weinig warmtetransport van je voet naar het tapijt, bij de steen veel. Nu boven zie je lucht, daaronder zie je water en daaronder ijzer. Dus eigenlijk een gas, een vloeistof en een vaste stof. Je ziet twee thermometers. Stel je voor je gaat links verhitten bij die thermometer. Houdt een flinke vlam. Dan zie je daar rechts dat het een lage temperatuur is. De lucht glijdt dus niet goed, toon je dan aan. Doe je dezelfde proef bij water, als dat kan dan, met heet water bijvoorbeeld. Dan zie je dat het verschil kleiner is. Water glijdt een beetje, maar nog steeds niet zo goed. Nou, bij metalen, daar zie je als je links zou verhitten, rechts vrijwel dezelfde temperatuur. Dus metalen glijden heel goed. We hebben drie vormen van warmtetransport. Geleiding, maar we hebben ook stroming. En hier zie je dus als je hand erboven houdt, wordt het warm, doordat hete lucht kleinere dichtheid heeft. En dan heb je stroming in de lucht. Daar is een stof voor nodig, stroming. Stroming kan door gassen en vloeistoffen. Hier zie je bijvoorbeeld door vloeistoffen een vlam eronder. Waar zit de juiste stroming? In dit geval is het kruisje een gekke plek. Ik verhit hem hier, dus wat kan er gebeuren? De warme lucht stijgt op en daalt dan weer. Dus warme lucht is lichter, warm vloeistof ook. Dan zal het terechter worden. Hier zie je stroming in een ruimte doordat de verwarming aanstaat. En dat heet een convectiestroming. De warme lucht stijgt op, gaat naar een plek met een lagere temperatuur en die daalt weer naar onder. Die circulatie heet dus convectiestroming. Nou, straling, daar heb je geen tussenstof voor nodig. En die gaat ook van hoge naar lage temperatuur. Dus de straling van de zon die komt door een vacuüm ook tot hier. Een spouwmuur, dus een muur, lucht en weer een muur. Nou, die lucht daartussen die glijdt niet goed, dus op zich heb je best goede isolatie. Echter, een nadeel, je hebt nog steeds stroming. Dus er stroomt koude lucht tegen je warme binnenmuur in dit geval. Dus je kunt je spouwmuur isoleren met bijvoorbeeld steenwol of glaswol. Links zie je de gasbesparing, het aantal kubieke meter per vierkante meter isolatie per jaar. En rechts, onder de as, tenminste, zie je de isolatiedikte. En dan kun je kijken bij 9 centimeter ongeveer, zit je op een vrij goede gasbesparing. Dus heb je een dikte van 9 centimeter, dan is je gasbesparing in kubieke meter per vierkante meter ongeveer 9. Dus je bespaart dan 9 kub. Gas per vierkante meter isolatiemateriaal. Daar moet je mee kunnen rekenen met prijzen. Ja, veel dikker materiaal loont zich dus niet meer, maar die van 4,9 is dus niet zo gunstig. Ik zou dus voor 9 centimeter dik kiezen of 10,9, anders wordt het te duur en te dik. Je ziet hier veel warmte verdwijnt door de schoorsteen en het dak. Goede dakisolatie is belangrijk. Door de ramen verdwijnt 25%. Goede dubbele glazen zeg maar, zijn van belang. Door de vloer 8%. Afvalwater verdwijnt warmte. Muren. Goede spouwmuur is belangrijk. Het rendement. Hier zie je een gloeilamp en een spaarlamp. Het rendement van die gloeilamp is maar erg klein. 5% geeft licht. En bij die spaarlamp, wat opvalt is, dit stuk is even breed, dus ze geven precies evenveel licht. Maar er gaat wel iets van 5 keer minder energie in. Dus qua kosten zit je hier zeker 5 keer voordeliger, terwijl je evenveel licht hebt. Nou, rekenen met het rendement bij je zonnepanelen bijvoorbeeld. Even kijken. Rekenen met het rendement van een cv-ketel moet je kunnen doen. En met een gijzer combi-ketel. Nou, laten we eens beginnen met het rekenen met de gijzer en het rendement.
Een geyser verbrandt in 4 minuten 0,12 kuub aardgas. 11 liter water wordt verwarmd. En het rendement wil ik weten. Dit is mijn benodigde formule. Deel de nuttige energie door de totale en doe keer 100%. Na de gegevens zet ik een rijtje. Je verhit water, dus de C-waarde is bekend. De massa is 11 kilogram, van die 11 liter. Delta T is bekend. Het aantal kuub dat je verbrandt is bekend. Verbrandingswarmte moet je misschien even opzoeken. De tijd zie ik daar niet in die formule staan. Nou, die ga ik hem invullen. Dus ik kan op zich gaan zeggen, nou, E nuttig reken ik uit met C keer A keer delta T. En E totaal is aantal kuub 0,12 keer 32, let op, 32 keer 10 tot de macht 6 miljoen. Dus E nuttig uitrekenen. E totaal uitrekenen. Hier, let op, ook 10 tot de macht 6. En voor het rendement deel je ze door elkaar. Dus ik val die tegen elkaar weg. Dus je kunt ook 2,5 gedeeld door 3,8 keer 100 doen. 66% rendement. Nog een voorbeeld met een zonnepaneel aan het rekenen. Als de zon volop schijnt is het ingestraalde vermogen 1100 watt per vierkante meter. Een zonnepaneel met een oppervlak van 1,3 meter vierkante meter levert dan een vermogen van 150 watt. Nu wil ik het rendement weten van het zonnepaneel. Nou, je hebt opgenomen vermogen, dus zeg maar het totaalvermogen mag je ook zeggen, nuttig vermogen. Opgenomen, of totaal, is wat er in totaal ingaat. 1100 watt per vierkante meter keer 1,3. Dus 1430 watt gaat erin. Nuttig is wat er uitkomt, wat geleverd wordt, 150. En dan zie je hier dat je een rendement van 10,5% hebt.